Ik kon in Soerwest. Soerwest is een hele rustige Soer. Van de week was voor de vierde keer, geloof ik. We leven en welzijn bij ons aan de deur. En ik als beveiligingsbeambte liep met ze mee. En toen gingen ze allerlei maatregelen bedenken. Van, er moet ijzer voor de deur, er moet een beter kijkgaatje. De achterkant van de deur moet vergrendeld worden. Alle beveiligingsdingen. En toen zei ik, ik vind het ontzettend goed al die maatregelen. Maar hoe meer jij er een bastion van gaat maken, hoe minder Joden naar de synagoge gaan komen. Nee, dat is niet zo. Nee, de LJG is voller dan ooit. De mensen die we willen bereiken, dat zijn alles, allerlei soorten Joden van, die eigenlijk voor kiezen om niet, naar aanleiding van wat er gebeurd is in Parijs, in Kopenhagen, et cetera, om weg te vluchten uit Nederland, maar juist de keuze te maken om hier te blijven en hier een zekere soort Joodse gemeenschap vast te houden, uit te bouwen en mooi te maken. Een boel Joodse mensen in de Medina, maar ook in Amsterdam, die zijn een grote deel van hun Jodendom kwijt. Ze weten niet meer, geen Jiddische woorden meer, ze weten ook niet meer wat de Chanukka is of een of andere Joodse doen en laten. Belangrijk is om dat of terug te brengen of te behouden, maar ook om daarvan te genieten en niet te zeggen van tweede generatie wordt moeilijk, je moet niet aan de buitenkant laten zien dat je Jood bent of niet. En wij zeggen tegen elkaar, wat kan ons schelen wat men over ons denkt? We zijn trots op onze achtergrond, we zijn trots op onze afkomst. En we willen Jodendom op onze manier vormgeven en vasthouden. Maar wel op een leuke manier. En niet steeds van, het is een moeilijk tweede generatie. En wat heeft de oorlog zo beïnvloed? Dat heeft het wel. Dat weten we ook van elkaar. Maar we willen dat proberen om te draaien in een leuke, handzame, vormzame en positieve manier van jodendomsbeleving. Leuke jodendom, positief jodendom op te bouwen in al zijn vormen.